Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Enrise AI. Ik heb me inmiddels ook laten vertellen dat we ruim de 10 voorbij zijn, de 10 afleveringen, dat het al best wel een hoge prestatie is wat dat betreft. Want volgens mij sneuvelen de meeste voor de 4 afleveringen. Dus het zegt verder niks over de kwaliteit, volgens mij, maar toch een leuk feitje. En we horen wel een beetje lachen op de achtergrond, maar welkom Bas. Bas is vandaag bij ons de gast. Bas is ondernemer en sinds kort ook actief op het AI-vlak. En daarover straks meer, zou ik willen zeggen. Maar Bas, vertel eens kort over jezelf en wie je bent en waar je vandaan komt. Nou ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben Bas, Bas van der Putten. Ik ben professioneel gezien de oprichter-eigenaar van AI Hackers. Nou goed, daar dus dadelijk over meer. Ja. Maar ik loop al een tijdje rond. Ik ben afgelopen maart 50 geworden. En daarvoor heb ik een heel leven eigenlijk in met name sales en marketing, sales management en dergelijke, was niet wat ik oorspronkelijk in gedachten had. Mm-hmm. Want ik ben na mijn VWO naar de hotelschool gegaan en ik had echt bedacht dat ik een mooi en rijk en zorgzaam leven in de hospitality zou gaan doorbrengen. De bediening ligt heel veel enige raakvlakken met servicegericht zeggen we altijd graag. Hè? Dus, ik heb dat ook zeker nog een kans gegeven, 4 jaar in Amerika. Maar toen ik daar, na 4 jaar was ik daar wel klaar. Want je bent dan afhankelijk van een visum en zoveel bewegingsvrijheid heb je dan niet. Dan ben ik terug naar Nederland gekomen. Ja, en daar is eigenlijk mijn salescarrière gestart. En dat is altijd zo doorgegaan totdat ik op een gegeven moment ook het idee had van, nou, misschien is het ook wel leuk om te gaan ondernemen. Mm-hmm. Nou, mijn vrouw was zwanger van ons 4e kind. Dus dat is nooit een goed moment. Ja. Dus dan pak je maar gewoon het slechtste moment. 4e kind opkomt, hup, gouden handboeien af en lekker gaan ondernemen. En dat is goed afgegaan totdat er een griepje uit China kwam. En zo stevig hadden we ons fundament nog niet gebouwd. Ja. Dus dat hebben we helaas te zielen moeten laten gaan. Maar ja, het gaat zoals het gaat en de bloed kruipt waar het niet gaan kan. En nu zijn we weer ergens anders actief. Ja, wat maakt jou dan dat je dat zo graag wilt? Hè? Of dan dat ondernemen? Nou, ondernemen aan zich was niet mijn ambitie. Hè? Ja. Dus ik heb zelf altijd een beetje moeite met mensen die zeggen, ik wil ook ondernemer worden. Ja. Alsof dat het doel aan zich is. Ik zal niet zeggen dat het me overkomen is. Ja. Maar joh, ik had altijd leuke banen. En de laatste baan was bij een grote online marketingpartij. Had ik het uitstekend naar mijn zin. Ik leerde heel veel nieuwe dingen. Ik was dan weliswaar salesverantwoordelijk. Maar ja, de materie, of datgene wat we verkochten aan onze klanten, dat ging over vindbaarheid. Online vindbaarheid, Google advertising, Facebook advertising, SEO, SEA. Ja, dat vond ik onwijs interessante onderwerpen. En daar had ik nog nooit van gehoord. En dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Ja. Omdat ik het leuk vond. Nou, dat is een hartstikke leuke tijd. En ergens along the way had ik een idee waarvan mijn vrouw op een gegeven moment zei, nou, misschien moet je dat maar gewoon eens gaan uitproberen. Dus, en daar ben ik ook altijd heel eerlijk in geweest. Als zij op dat moment niet had gezegd van, nou, misschien moet je dat maar eens gaan doen, dan was ik ook gewoon net zo makkelijk doorgegaan in die, ja, zeg maar zeggen, corporate carrière, waar ik ook heel gelukkig was. Dus uiteindelijk ben ik het gaan doen. Ja, en dan komt een beetje van het een het ander. Dan krijg je de energie van. Je maakt tractie. En dat is wel iets waar ik heel erg verliefd op ben geworden. Dus dat misschien waar sommige mensen dat heel spannend vinden, maar dat bouwen en dat, ja, toch een soort van, ja, onzekere, maar zelf in de hand hebben. Ja, dat is waar ik nu middenin zit. Het valideren van je idee. Dus het ervaren van echte waarde. Van het idee wat ik had. De kansen die ik zie. Ja. Nieuwsgierig van, is het ook zo? En dan het echt ervaren van, hey, anderen zien dat ook. Je hebt het goed gezien. En dat voelt gewoon fijn. En ik kan iets oplossen. Nou ja, zeker. Ik kan iets oplossen. Maar ik geloof wel heel erg sterk in de kracht van individuen. En of dat nou in ondernemerschap is of binnen een bedrijf. Mm. Er is echt heel veel mogelijk als je de vrijheid krijgt of pakt en neemt. En gewoon ervan uitgaat dat eigenlijk overal ergens wel een oplossing voor is. Ja, dat geldt in het leven, dat is mijn zienswijze ook. Er is overal wel een oplossing voor. En die oplossing hoeft niet
perfect te zijn. En die oplossing doet soms pijn of kost moeite. Ja, het hoort er allemaal bij. Mm-hmm. Maar ik heb vrienden dood, ziek, randje van de dood zien worden. Dat je denkt van, Jezus, min als mij dat ze overkomen. En die vinden ook een weg. Dus ja, ik... Hey, en je noemde net al even AI-hackers. Wat doen jullie precies? Maar AI-hackers, eigenlijk net zoals mijn vorige bedrijfsnaam, is ook maar gewoon eigenlijk overnight gekomen. Met een beetje een soort van, oké, klinkt het lekker? Hè, slaat het aan? Dan kunnen mensen zich iets meer voorstellen. Ah, AI-hackers. Maar het verhaal erachter is dat ik natuurlijk een sales-achtergrond heb. Veel op het gebied van sales management. Daar veel ervaring in heb. Ik ken de problematiek, de uitdagingen en de processen. Op een gegeven moment ben ik een paar jongens tegengekomen die een stuk slimmer zijn dan ik als het gaat om techniek en code en dat soort zaken allemaal. En die hadden een oplossing op basis van software en de inzet van AI op het salesproces. En wij zijn samen gaan werken en daar heb ik een propositie van geknutseld, waarvan ik dacht, hier zou ik wel mee kunnen gaan roeptoeteren in de markt. En dat moest een naam hebben. En toen dacht ik, er moet in ieder geval AI in zitten. Ja. Nou, hackers, wat hacken we? We hacken helemaal niks. Ja, we hacken processen. Misschien het salesproces dan? Ja, het salesproces. We hacken het salesproces. Dat maken we efficiënter, effectiever. Door middel van onder andere AI. Dus dat vond ik wel een mooie naam. Ja, nu heeft sommige mensen die denken van, maar wat hacken jullie dan? Of zijn jullie ethische hackers of zo? En, nou ja, goed. Leggen we makkelijk uit. Ik vind het op zich dan wel interessant nu om te weten, inderdaad, als je het hebt over het proces, hoe je dat dan precies hackt met AI, of hoe moet dat voor me zien? Sales, voor iedereen goed te begrijpen, een simpel proces. Hè? Er even vanuit gaan, kijk, er is een behoefte in de markt, latent, expliciet, of misschien helemaal niet. Mm-hmm. En je zet iemand in om te zorgen dat die behoefte aan een aanbod gekoppeld wordt. Dat is de rol van de salespersoon. Ga rennen in die markt. Vind zielen die naar je willen luisteren. En plak datgene wat jij aan te bieden hebt op hun behoefte. Of creëer hem in enige vorm of variant en sluit een deal. Ja. Dat is even heel... Stil gedaan. Heel simpel gesteld. Alleen dat vinden van die klanten, ik noem het altijd het roodharige stiefkind van de sales. Want ik heb als sales manager in 25 jaar sales nog maar weinig mensen meegemaakt die zeggen van, dat vind ik echt het allerleukste wat er is. Laat mij maar 100 keer bellen, laat mij maar 100 keer aankloppen, laat mij maar 99 keer mijn neus stoten. Want ik ga voor die ene keer dat ze ja zeggen of dat ik binnen mag komen. Weet je, is gewoon niet zo. En iedere salespersoon die ik ken, die zal altijd voor de low hanging fruit gaan of de quick wins. En van daaruit zijn successen bepalen. Terwijl eigenlijk dat creëren van nieuwe contacten, prospects, daarmee in contact komen. Ja, dat is wel een essentieel onderdeel van je sales. En dat proces, dat hebben wij door middel van automatisering en de inzet van AI gewoon, dat monnikenwerk, hebben we gewoon allemaal weg kunnen automatiseren tot het punt waarop, even heel simpel gezegd, een salespersoon alleen nog maar aan de slag hoeft met de gesprekken die daaruit voortkomen. Is dat dan het marketinggedeelte wat je vervangt? Of zit je daar nog net iets na en tussen de sales? Nee, we komen vaak in gesprek met een marketingafdeling. Het zijn de salespersonen die we weten te vinden om ze enthousiast te maken. Mm-hmm. Meestal is sales geen budgethouder binnen een bedrijf. En dan zeggen ze, maar dit moet marketing weten. Nou, dan moet er nog een gesprekje met marketing. En die denken van, maar dit is even... Ja, dit is interessant en die wegen dat af, hè? Want uiteindelijk is het gewoon, het kost geld. Wat denken we eruit kunnen halen? Hè? Een soort van, is het lead generatie of sales optimalisatie? Ach, geef het beestje een naam. Ergens moet het een plekje in hun budget hebben. En als dat lukt, dan zijn we in business. En op welke manier speelt AI dan een rol? Dus wat haalt, ik snap dat AI die salespersoon zou kunnen vervangen, maar hoe werkt dat bij jullie precies? Dus het is deels automatisering. Mm-hmm. Dus dan praat je gewoon over het instellen van een workflow manager en dergelijke, die eigenlijk menselijk gedrag kopieert. Wat ik normaal ook manueel zou kunnen doen. Ja. En ik zeg altijd tegen mensen... Maar is het dan al letterlijk bellen? Of hoe nee, niet letterlijk bellen. Dus kijk, de meeste dingen gebeuren allemaal digitaal tegenwoordig. Dus dit is gewoon de digitale weg van contact zoeken met mensen. En uiteindelijk, op enig moment in dat proces... Dus het begint met wie wil je bereiken. Dat is onderdeel van het proces. Wie wil je bereiken? Vervolgens ga je daar automatisering op toepassen. Probeer je die mensen te bereiken. Ja. Maar dat is nog maar even hobbel 1. Want hobbel 2 is natuurlijk dat die mensen ook gewoon reageren in enige vorm of variant. En wij zeggen, elke reactie is goed. Verkopen begint bij nee, is ook zo'n verkoopcliché. Maar elke reactie is goed, want als een reactie komt, dan komt AI. En die gaat als een soort van souffleur,
zeg maar zegt, oh, ik zou nu dit zeggen. Die zet eigenlijk het ideale antwoord of de reactie naar die prospect voor jou klaar. Nou, dat maakt het voor sales eigenlijk wel heel makkelijk, hè, in die zin efficiënt, om met een grote groep mensen gesprekken aan te gaan. En dat is echt niet meteen over de inhoud en het is niet meteen sales en dergelijke. Maar het is wel dat eerste stapje. En ik vergelijk dat altijd met bijvoorbeeld bedrijven die ervoor kiezen om op een beurs te staan. Je staat op een beurs, je hebt een stand en dan? Ja, dan moeten de mensen langskomen. Ja, en wat doe je dan? Ja, die gaan we aanspreken, zegt dan de salesdirecteur. Die gaan we met z'n allen aanspreken. Die reageren allemaal op hun manier. En die reageren op hun manier. En waar je die mee aanspreekt, ja, dat hebben ze allemaal een training over gehad. Een beurstraining, allemaal hup, een uurtje van tevoren. Luister, zo gaan we het doen. Hè. Dit is de vraag die je gaat stellen. Hè. En dit is eventueel een vervolgvraag. En hier heb je de vulpen die je weg mag geven. Mm-hmm. En daar is het rad waar ze aan mogen draaien voor een prijs. En daar staat iemand in een heel strak pakje. Want dat is ook een soort van lead magnet. Hè. En we hebben goede koffie. In de hoop dat er maar mensen naar die stand komen om even naar je te luisteren. Nou, dat allemaal in een automatiseringsoplossing, mm-hmm. sort of. Met als doel mensen te laten reageren. En je hebt de AI dan getraind als het ware met van, hè, als prospect zegt dit, dan bied je dit of deze tekst aan. Hè? En hoe hebben jullie dat trainingsproces dan gedaan? Nou, uiteindelijk is het, we hebben gewoon een koppeling met OpenAI. Ja. Dus die hebben we in onze software gebakken. En dat eigenlijk weer teruggebracht naar een grote chatbox, zal ik maar zeggen. Dus de interface die we voor onze klanten gemaakt hebben, is uiteindelijk gewoon, ja, een grote chatbox, om het zo maar te zeggen. Ja. Want een beetje afhankelijk van het type prospect wat ze willen benaderen, hoe benaderbaar die zijn en dergelijke, en wat de massa is aan de voorkant, kan het al vrij snel gaan over tientallen, honderdtallen gesprekken die in enige fase plaatsvinden. En die reageren natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd, maar op een ochtend logt deze salespersoon in, die kijkt en zegt, oh wacht even, 7 mensen hebben gereageerd. Ja. Het antwoord staat eigenlijk in feite al klaar. Ja. Want AI is getraind en die hebben getraind op een salesprofiel. Dus laten we even zeggen, je gaat de rol aannemen van een sales professional met meer dan 25 jaar ervaring. Je hebt spin selling, consultative selling, solution selling. Je hebt par 5 selling. Je hebt elke vorm van selling, training, krauthammer, weet ik wat. Je hebt alles achter je die heb je in je ervarings, in je toolkit zitten. Ja. En zo nog wel een aantal mooie dingen die we meegeven. Plus dan misschien informatie van het bedrijf zelf, van wie ben je dan? Zover dat zeg maar te voeden is, wordt dat inderdaad ook gevoerd. Nou, dat is allemaal een soort van standaard profiel wat we meegeven en waarbij we AI ook meegeven. Het is niet jouw doel iets te verkopen, maar om een relatie op te bouwen en een conversatie gaande te houden. Dus je ziet dat in die gesprekken altijd wel een vraagje wordt gesteld, iets lichts prikkelends in mijn specifieke geval. Hè? Ik heb hem zelf ook, slechte sales. Hè? Mm-hmm. Of zoals Amerikanen zeggen, I eat my own dog food. Dus ik maak zelf natuurlijk ook gebruik van deze technologie. Ja. Wordt het vaak zo van, doen jullie al iets met AI en sales? Weet je, zo'n vraagje. En ja, dat prikkelt, en daar komt dan een reactie op. Ja. En het maakt niet uit wat de reactie is. Nee, ja, misschien, ja, we zijn voorzien, whatever. AI geeft daar dan een antwoord op. En het mooie is dat wij op klantniveau de AI weer custom verder trainen. Op basis van 1, de ervaringen met de gesprekken die we terugkrijgen. Dus we zeggen bijvoorbeeld, in mijn geval kwam ik erachter dat die vaak zei, ik waardeer je openheid. Of ik waardeer je oprechtheid. Ja, ik waardeer je oprechtheid, alsof ik dat ooit zo zou zeggen. Ik waardeer het wel, maar ik zou het niet zo zeggen. Dus dan geven wij voor onze klanten op klantniveau, zeg maar op tekstniveau, wijzigingen door, zodat die steeds meer gaat praten als die persoon van dat bedrijf. Dus dat kan door middel van zinnen uitsluiten of juist insluiten. Maar ook, ik heb AI een pitch voor mijn bedrijf laten schrijven en die heb ik vervolgens weer gevoed. Ja. Dus die weet nu ook van, ja, oké, als het daarover gaat, dan kan ik dit. En ja, zo krijg ik best wel hele goede soort van conversatie voorzetten, waarvan ik denk, nou, oké, klik verzenden, reminder eraan hangen. Ja, en dat maakt ook voor salespersonen het wel heel efficiënt. Dus je hoeft niet meer na te denken, gaat hij reageren wel of niet? Want als hij reageert, komt hij sowieso bij mij terug en zet AI weer een antwoord klaar. En als hij niet reageert, dan zit er een reminder aan en op het moment dat, dan komt AI ook weer met een suggestie van, oh, ik zag dat je nog niet gereageerd had. En wat vinden de salespersonen? Vinden die het fijn om dan 's ochtends de mailtjes door te drukken en kijken ze nog überhaupt naar de tekst? Is dat wel nog een...
Met een groot risico op dat er nooit meer iemand met mij wil praten. Maar een doorsnee salespersoon is vrij lui. Ja, laten we dat even voorop stellen. Hè? Dus zijn de salespersonen hier blij mee? Fantastisch. Ik verkoop het anders. Hè? Ik zeg, je kan lekker doorgaan met lui zijn. Nee, dat zal ik nooit zeggen. Hè? Maar de salespersonen vinden natuurlijk fantastisch dit. Want het maakt een deel van hun werk, wat ze eigenlijk moeten doen, vaak niet aan toekomen. En een soort van, ja, als een steentje in de schoen, een beetje blijft zeuren. Hè? Dat wordt ineens heel makkelijk gemaakt. Mm-hmm. En er valt niks van het bord. En dat is waar salesmensen vaak heel goed in zijn. Die gaan dan toch cherrypicken vanuit al die gesprekken die ze aan het voeren zijn. Oh, maar wacht even, dit is een interessante persoon met een interessante functie bij een interessant bedrijf, bij wijze van spreken. Oh, die pak ik er heel even uit, want die ga ik nu bellen. Of zelf even volgen wat er precies gebeurt, et cetera. En hoe kom je dan aan die leadlijst? Want je hebt van tevoren natuurlijk een soort van een leadlijst. Is dat wel dat je wel nog handmatig soort van samen staat? Of hebben we daar ook nog een tool overheen? We worden in deze wereld geholpen met een heel mooi zakelijk platform wat wereldwijd opgebouwd is en in Nederland een dichtheid kent. Ja, dat is volgens mij nergens anders zo groot. En dat heet LinkedIn. Ja, dat is wel één grote vergaarbak van leads uiteindelijk. Ja, dat weet LinkedIn zelf ook. En wij ook. Dus ja, het is een fantastisch verdienmodel. Maar of je het nou bij de KVK koopt, bij Company Info, overigens voor heel andere prijzen dan LinkedIn vraagt. Dat is wel een hele belangrijke, zo niet de belangrijkste bron, waar we onze data uithalen. Je bent het recentelijk gestart. Ja. En is het dan ook, zou je dit ook gestart zijn als AI er nog niet was, op deze manier hoe dat nu kan? Of, want het is natuurlijk, het is sales, maar je past dan een onderdeel daarin. Ja. Vervang je een beetje door AI? Is dat dan hetgene wat jou dan ook triggert als persoon van, hey, nu kan ik hier iets nieuws mee? Ik ben nieuwsgierig naar. Of alles wat het leven makkelijker maakt, ben ik groot voorstander van. In mijn leven, hè, en of dat nou gaat over automatisering of robotstofzuiger of robotgrasmaaier. Ik vind het allemaal fantastisch. Dus daar zit wel een natuurlijke passie. Ja. Had ik dit gedaan als AI niet had bestaan? Nou, ik denk dat ik een heel eind gekomen zou zijn, omdat een deel is gewoon automatisering. Dus de inzet van software die repetitieve handelingen het makkelijker maakt. Dus daar zit ook al winst. Ja. En daarmee had ik het ook al kunnen doen. Het is wel de AI-component die het nu versterkt in ons verhaal. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind AI is een groot containerbegrip. Hè? Ja, wat is nou AI? Want is het nou AI? Is het nou artificial intelligence? Of is het, ja, ook een soort van automatisering. Ik vind dat is altijd een heel erg overlappend grijs gebied. Het bekt lekker nu, hè? Vooral laten we dat even voorop stellen. Ja. En ik wil mezelf alles behalve een AI-specialist neerzetten. Maar wat ik wel zie is dat, we hadden net heel even hier voordat de camera aanging, hè, over al die toeltjes die aan het ontstaan zijn, waar ik wel ontzettend veel winst nog zie ontstaan, is het samenbrengen van toeltjes die op deelgebieden heel goed zijn. He, en dan is het vaak een AI-toeltje, of ze noemen zich een AI-toeltje. En daar kan ik onder de vlag van AI-hackers natuurlijk lekker mee door. Mm-hmm. Maar je hebt dataverrijkers als, god, hoe heet het? Nou goed, er zijn een aantal namen. Lucia, Apollo en zo heb je nog wel wat meer. Die op een of andere manier data verrijken, die ergens te vinden is in de markt of verkregen kan worden. Nou, dan moet je ook wel een beetje rekening houden met AVG, GDPR en al dat soort zaken. Maar goed, het is te koppelen. En zo kan je het leven van sales wel heel makkelijk maken. Ja. En is het dan AI of is het automatisering? Ik denk, ja, weet je, who cares? We maken het maakt het makkelijker, sneller. En dat is wat AI uiteindelijk ook beoogt te doen. En als je noemt een aantal tools, hè, en zie je dan, hoe zie je dan de toekomst voor de ontwikkeling van je product? Zie je dan ook steeds meer van dat soort tools dan aanhaken op wat je nu aan het doen bent? Ja, nou, ik heb als ondernemer eigenlijk wel altijd ervaren en ook als tot doel gehad van, joh, we moeten niks zelf willen doen als het voordeliger is en slimmer is om het uit te besteden. Nou, volgens mij Enrise, ik heb net hier een kleine rondleiding gehad. Jullie zijn daar volgens mij ook een voorbeeld van. Maar dus al die technologie, ja, het is super gaaf om eigen intellectual property te hebben op het gebied van software of intelligence en dergelijke. Dat is leuk voor stakeholder value en misschien als je ooit naar de beurs wil of weet ik veel wat. Maar dat is mijn doel helemaal niet. Mm-hmm. Ik wil op een hele leuke manier de wereld die ik snap een beetje makkelijker maken. En ja, daar ben ik ondernemend genoeg in. Dus het koppelen van
van tools die werken, die goed zijn, die door ons gevalideerd zijn en daarmee een proces super efficiënt maken. Ja, dat zie ik wel als een mooi doel voor de nabije toekomst. En dan, ja, en dan, maar dat, weet je, daar maken we ook geen geheim van. Hè. Ik claim ook niet dat het van mij is, want de jongens die ik ontmoet heb en de kennis en de software hebben, die hebben daar ook een naam op geplakt. Nou ja, goed, dus ik ben gewoon met die software mijn bedrijf aan het bouwen. Ja. Dat is ook, net zoals... En durf je dan, als je iets verder in de toekomst kijkt en qua visie, hoe ziet zo meteen je product eruit? Hè? Want je kunt natuurlijk nu iets tekst genereren, maar je kunt natuurlijk ook misschien straks video of misschien geluid en hoe... Durf je daar eens over te roepen? Ja, zeker. Want vanuit, kijk, als ik nu kijk, en we grapten net al heel even over de negatieve kant van AI. Hè, en Skynet. Skynet, hè, ja, daar gaan we. Ik zie, zijn we toch weer bij Skynet, hè? De wereld vergaat. Nee, maar ik geloof oprecht, hè, dat zie je nu al. Hè, kijk, met wat is het, 20 seconden opname kan mijn stem gekloond worden. Ik heb een keer op LinkedIn een filmpje, even vanuit mijn vorige bedrijf, sta ik voor de Apple Store en loop ik mijn klanten te vertellen dat de iPhone X niet beschikbaar is, hè, dat die uitverkocht is. Mm-hmm. Filmpje van 1,5 minuut. Nou, ik heb dat toen kom ik nu even niet op de naam, maar goed, een van die grotere AI-partijen heen gerold. En ik, Bas, spreek Koreaans. Maar met mijn stem, dus er is al, weet je, dat is allemaal al mogelijk en de meeste AI... Vakidioten weten dat natuurlijk ook allemaal al lang. Maar op dat vlak zie ik wel een toekomst waarbij serviceafdelingen en dergelijke echt wel een heel end vervangen kunnen worden. Omdat, het laatste bedrijf waar ik werkte, zitten gewoon een x-aantal mensen aan de telefoon klanten te beantwoorden. Maar wat zij beantwoorden is niks anders dan een vraag- en antwoordspel van... Hey, ik wil X doen in jullie software. Waar vind ik die knop, bij wijze van spreken? Ja, daar heb je, met alle respect, geen mens voor nodig om dat te beantwoorden. En of dat dan via video is, via spraak, via tekst. Ja, ik geloof dat de klant... En je noemt klanten service, hè? Dus waar dat over service is ook een beetje sales. Vraag en antwoord is één, hè? Maar zie je ook dat, laat me zeggen, de sales kant dan, hè? Maar dat is misschien wat meer aanvoelen van emoties, het kijken hoe reageert de ander, hè? Inspelen op... dat klopt. Tactisch niveau, zie je daar ook nog het AI-rol speelt? Als je nu ziet, hè, wat grote CRM-platformen als Salesforce en HubSpot, en die zijn nu al AI-technologie aan het ontwikkelen. Want je hebt sowieso e-mailfeed zit er meestal in. Je koppelt met je e-mail, weet je, dus op je klantkaart krijg je alle mails en dergelijke. En als ze echt een goed 360 beeld hebben, als je echt lekker bezig bent als bedrijf, dan heb je daar ook je service desk en je weet ik veel wat, en je finance en tot aan het betalingsgedrag van de debiteur aan toe, bij wijze van spreken. Hè? Allemaal mooi 360 klantbeeld. Nou, bedenk heel even. En dat is wat ze gewoon nu aan het ontwikkelen zijn, als het er al niet is. Hè? Op basis van het 360 klantbeeld, op basis van dat contact, signaleringen, woordkeuze en dergelijke. Hopsakee, waar gewoon een rating aan gehangen wordt. Hier gebeurt iets. Bellen. Dus sales, ga bellen met deze boodschap. Nou, dat gaat gewoon gebeuren. En die toekomst zie ik echt wel ontstaan. En welke rol wij daarin gaan spelen. We zitten nu echt aan de nieuw business kant van sales. Mm. Maar één ding weet ik zeker. De salesafdelingen die ik nu ken, die gewoon vandaag actief zijn, die zijn nog heel ver verwijderd van wat er technisch mogelijk is. En dus is er ruimte voor ons. En relatief nieuw op de markt. En je bent natuurlijk ook op zoek naar... klant, neem ik aan. Gebruik je ook je eigen tool op een goede manier? Je noemde het net al even natuurlijk, maar kun je daar wat over verder vertellen? Ja, eating my own, hoe dit gaat dan? En, eating my own dog food. Dus toen ik door had dat dit er was, en het leuke is, ik zeg altijd, eind vorig jaar ontmoette ik Mark en Jeroen, met wie ik samenwerk. Mm-hmm, ja. En ik dacht dat dat toeval was, weet je, in een mooi holistisch beeld van, hè, weet je, manifesteren en alles komt je toe wat je verdient en dergelijke. Nou, forget it, er zat gewoon keihard hun software achter. Ik stond op hun leadlijst in mijn hoedanigheid van de rol die ik had in mijn interimrol bij mijn laatste opdrachtgever. Ik stond gewoon op hun leadlijst en ik ben benaderd en ik heb er op een gegeven moment gereageerd. Oh ja, ik wil met jullie in contact komen. Hè? En toen hadden we contact en het een leidde tot het ander. Ja. Dus ik was overtuigd, dit werkt. En ik heb alleen maar tegen hun gezegd, ik zie dat dit werkt. Ik zie wat jullie propositie is, welk marktsegment jullie willen bedienen en hoe jullie dat doen. Ik denk dat het ook anders kan. En
mag ik heel even dat gaan testen. Hè? Dus dan ga ik met jullie verhaal, ga ik dat testen in een heel ander marktsegment, met een andere propositie, en dat werkte. En toen ik zag dat dat werkte, toen heb ik gezegd, nou, zet maar aan. Hè? Want nu wil ik het ook zelf gaan gebruiken, want het verhaal is mij wel helder wat ik kan vertellen. Ja, en dit leidt tot onwijs leuke situaties, want je moet je voorstellen, wat wij dus verkopen is, we brengen jou in contact met jouw prospects, mm-hmm. met je toekomstige klant. Ja. Hè? We brengen jou daarmee in gesprek, dat is wat we verkopen. Dus als mijn kunstje, mijn software werkt, en dat doet die, dan heb ik op enig moment, kom ik in een videocall met mijn prospect. En dan zeg ik, hallo, wat leuk dat we nu op deze manier kennis kunnen maken. En, hele mailwisseling voorafgaand waar je in principe niet van leuke mail. Ja. Ik zeg, nou, en dan hebben we de uitwisseling van wie ben je en hoeveel kinderen heb je en waar woon je. En heb je ook een golden retriever, bij wijze van spreken, hebben we wel gehad. Ja. En dan zeg ik van, nou ja, ik laat je heel graag zien wat ik aan. Maar dat het werkt, hoef ik niet te bewijzen, want... Je zit hier. Ja. En dan kijken ze een beetje appelig aan en zeggen, huh? Ik zeg, oh, sorry, wacht even. Even voor de duidelijkheid, hè, we maken je salesproces efficiënter. Hè, ik breng je in contact met je prospects. Jij bent mijn prospect. Ja, natuurlijk. Ik zeg, en wij zijn nu in contact, hè, toch? Ja. Ja, dan pak ik even LinkedIn erbij, hè, of hè, mijn berichtenbox. Dan zeg ik, nou, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, oké, we hebben 7 berichten. Hè, 3 van jou, 4 van mij hebben we hier aan besteed. Ik zeg, die berichten, ik zeg... Moet ik heel eerlijk toegeven. Ik zeg, daar heb ik nog een beetje geëdit, daar dat gedaan. Ik zeg, nou, per bericht, 4 berichten, max 30 seconden aandacht. Ik zeg, dus heeft me 2 minuten gekost om hier met jou in gesprek te komen. Zal ik even laten zien hoe het werkt? Dus die is super interessant vanuit winstperspectief. Maar voelen ze zich ook wel soms een beetje van, belazerdachtig van hun? Je houdt me voor de gek hier? Zou je verwachten, maar ja, weet je, de meeste mensen die ik spreek... Nou, eigenlijk gewoon iedereen heeft wel zoiets van, shit... Wat goed. Ja, wat snel. Dat is natuurlijk wel heel leuk om te doen. Hè. Die zeggen van, shit, wat goed. Hè. Ik zie dat dit... Ja, ze kunnen moeilijk zeggen, ja, ik geloof er niet in. Ik had gisteren iemand, en dat was eigenlijk het tweede gesprek. Dus ik had de eigenaar gesproken en die zegt, oké, ik zie het wel zitten. Maar ik wil degene die ermee gaat werken in mijn MT, wil ik ook mee hebben. Mm-hmm. Dus je moet het haar ook even vertellen. Verkopen. En die zegt gewoon tegen mij... Ja, weet je, ik krijg ook wel toch echt wel op alle mogelijke manieren, via de e-mail, via LinkedIn, ik krijg allerlei berichten binnen. Zeg ze, ja, ik reageer daar eigenlijk nooit op. Hè? Dat werkt bij mij echt niet. Ik zeg, dat klopt, dat kan. Ik zeg, ik heb ook geen 100% succes. Hè? Ja, ja. Ik zeg, maar kijk eens, dat succes heb ik wel. Dat kan ik aantoonbaar maken. Dus jij reageert niet en dat respecteer ik. Hè? En dat is ook gewoon jouw goed recht om niet te reageren als je zoiets zou krijgen. Ik zeg, ik zou het wel willen testen. Maar goed, jij reageert niet. Ik zeg, en dat moet je ook accepteren. Mm-hmm. Ik zeg, maar het gaat niet om de mensen die niet reageren. Maar wie wel en wat het kost. Ja. Et voilà. Want hoe ziet jou iets inzoomen op je verdienmodel? Hoe verdien jij geld? Zijn het abonnementen? Of is het Uiteindelijk is het, ik zou het kunnen zeggen, het is een licentiemodel. Je betaalt een bedrag per maand. We zijn wel een beetje aan het kantelen, want we merken dat het echt wel een project is. Hè? Dus het is een soort van sales marketing project. En zo gaan we het ook verder positioneren. Ik merk ook nu, hè, nu we ervaring bij klanten hebben. Hè, dus we hebben de eerste klant is 6 maanden klant. Die gaat nu verlengen. Die ziet dat het waarde oplevert. Hè, die ziet dat die inderdaad die gesprekken voert. In contact komt met prospects en dergelijke. En wil door. Ja. Maar het is meer dan alleen maar een toeltje aanzetten. Dus een deel van onze dienstverlening zit ook in het begeleiden van de klant. Want de een heeft een junior sales, de ander heeft een meer senior sales. De ander is een ondernemer die er toch net niet alle tijd voor neemt. En begeleider zit dan op de daarna, in de echte gesprekken? Of nee, waar moet je dat zien? Ten tijde van dat... Het editen van de teksten, drukken op enter, het meekijken. Bij wijze van spreken dat. Hè? Dus heel pragma, heel operationeel is er soms behoefte. En soms is er behoefte aan coaching, mentoring, begeleiding. Zoals ik dat ook gewend ben vanuit zeg maar, mijn sales management rol. Dus... En daar zitten nog allerlei behoeftes in termen van het beter maken van de salespersoon eigenlijk. En daar moeten we wat mee. Dus we kunnen het heel makkelijk maken, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk gewoon mensenwerk. En een deal wordt gesloten tussen 2 personen. Daar kan je geen AI tussen zetten. Ja, althans, nu niet. En daar geloof ik ook niet in. Uiteindelijk ga jij face-to-face, fysiek, verder een gesprek aan... Mm-hmm. Ja, en dan moet je het waarmaken. Dus kan je het allemaal heel mooi voorgekoud hebben gekregen of makkelijk gemaakt. En daar zit nog wel winst te behalen. En daar zit ook echt heel veel behoefte. Dus
We willen het wat meer projectmatig aangepakt. Maar nu is het gewoon een licentiemodel. Dus ja. Wil je lid worden van de club? Dat kan, kost zoveel per maand. En hoe ga je om met kosten die gemaakt worden dan bij OpenAI? Die zitten verdisconteerd. Ja, dat is, dus dat zit allemaal verdisconteerd in de prijs. Onze klanten betalen gewoon een vast bedrag per persoon per maand. En dat is aan hen natuurlijk om dat terug te rekenen naar een, ja, naar een lead fee of iets waarvan ze zeggen, nou oké, ja, dit gaat voor ons. Dit is de investering waard, om het zo maar te zeggen. En ja. Dat is voor iedereen is dat anders. Maar goed, in de vier en een beetje maanden dat we nu bezig zijn, ik ben gewoon onwijs trots wat we al wel bereikt hebben. Hè? Met aan klanten, tevredenheid en ook de namen die we mogen binnenhalen, om het zo maar te zeggen. Ja, blijkbaar doen we iets goeds of blijkbaar hebben we iets unieks, wat ik ook wel voorzag. Nou, dus daar pakken we nog even lekker op door. Ja, supermooi. En wat zijn nu de grootste uitdagingen voor de aankomende periode? We hebben wel wat operationele dingen, dus gewoon echt maar dat is gewoon puur organisatiegericht. Hè? Dus ik ben dit echt in mijn eentje, ja, met mijn zeg maar business partners, om het zo, hè, met mijn business partners begonnen. Maar in mijn eentje, zeg maar, het hele sales en marketing apparaat en die voorkant inrichten. Dus je hebt wel operationele groei. Oké, wie gaan we aannemen? Wat ga je uitbesteden? Etcetera. Dat soort vraagstukken. Maar ook echt in dat enorme speelveld van tooling en AI tooling, daar selecties maken. Mm-hmm. Waar gaan we tijd in investeren? Wat gaan we uitzoeken? Wat gaan we uitproberen? Hè? Want als het werkt voor ons, we zijn onze eigen testcase natuurlijk. Ja, ja. Als het werkt voor ons, werkt het ook voor onze klanten. En nogmaals, ik ben niet de grote AI-expert. Dus vanuit een technisch oogpunt kan ik leunen op mijn collega's, zou ik maar zeggen. Maar ja, ook daar wil je slimme experts in vinden en samenwerken. En ja, nou ja, goed. Iedereen kan zich tegenwoordig AI-expert noemen. Ik noem mezelf dan maar sales AI-expert. Ja. Maar kan in ieder geval leunen op het sales-stuk. Een mooie niche. Ja, hè, dus, maar goed, dus ja, die mensen, ja, daar ben je nu het contact mee aan het leggen. En want het is voor mij ook een heel nieuw speelveld. Ja, het is gewoon vooral nog leren, ervaren en zien wat er gebeurt. Hey, toen je net binnenkwam, noemde je even de doemscenario's rondom AI. Kunnen we daar nog een keer in meenemen? Nou ja, wat ik al zei. Ik heb een paar talkshows mogen hosten voor een cybersecurity partij. Waarbij techneuten, vakexperts aan tafel werden gezet om op een specifiek thema zeg maar lekker met elkaar in gesprek te gaan. En om te voorkomen dat het een heel technisch verhaal zou worden, gordroog van vakjargon, hadden ze mij ingeschakeld om een beetje de vrolijke Frans te zijn en af en toe het gesprek weer naar de oppervlakte te trekken, zodat het voor de kijkers ook nog leuk is. Maar het laatste item daarvan was altijd de toekomst. Hè? Dus de toekomst van cybersecurity, de toekomst van AI. Het ging veelal over de inzet van AI. Maar AI kan ingezet worden door de bad guys. En AI wordt ingezet door de good guys. Hè? En wie gaat er winnen? Op de een of andere manier was dat altijd, kwamen we op Skynet uit. Hè? Een soort van doemscenario's. Dus niet eens de bad guys of de good guys, maar AI gaat dan misschien wel winnen. Ja, AI gaat er. Weet je, ik weet het niet. Ik zei het tegen jou natuurlijk van, ik denk dat zolang de mens in charge is van de intelligentie bepaalt, dat de intelligentie gevoed ontwikkeld wordt en dergelijke, en je nog een stekker uit kan trekken, hè, even heel simplistisch gezegd, geloof ik wel dat we nog een heel eind verwijderd zijn van Skynet. En toen zei hij, en terecht, ja, maar wat als die intelligentie nou zo intelligent wordt dat ze dat snappen en dus een soort van fallback scenario of een redundancy creëren, waardoor ze zo, gewapend zijn tegen het eruit trekken van de stekker. Ja, wie zal het zeggen? Blijft voor mij gewoon in die zin een vreemd om over na te denken. Wij zijn veel intelligenter dan, laten we zeggen, mieren zijn. Wij zullen, in mijn gevoel, mieren domineren. Dus wat als het andersom is? Zullen ze ons dan domineren of niet? Als die ze zoveel intelligenter als wij zijn. Maar goed, dan moet het wel eerst daar komen. Hè? Dus we moeten wel eerst. Ja, maar kijk je als Black Mirror? Intelligente, ja, dat zijn ook wel. Ja, zeker. Ja. Black Mirror Netflix, ja, ik vind dat fascinerend. Ja. Ik vind, dan hebben ze daar dus wel eventjes gewoon een paar uur over na zitten denken. En de scenario schrijver een mooi scriptje uit laten. Ja, het is wel bizar, weet je. Wat je daar ziet is niet zo heel erg ver van onze bedshow. Ja, oké. Okay. En dadelijk heb je gewoon honden met een dikke pin in hun hoofd. En weet je wat? Oh, jij bevalt me niet. Tuk. We zijn natuurlijk hartstikke kwetsbaar als mens. Ja, ja. Dus ja, wie weet. Maar dan geef ik hem ook gewoon makkelijk gewonnen. Weet je wat? Oké, okay, prima.
Je gaat niet bij de stekker zitten om... Heb ik ook, heb met tennis ook. Weet je, soms is het gewoon de tegenstander, die is gewoon beter. Ja, hier alsjeblieft. Ja. Morgen weer een pot. Nee, mooi. Ja, nog een laatste vraag. We hebben natuurlijk luisteraars en die zijn misschien benieuwd naar AI-hackers. Hoe kunnen ze contact met jou zoeken? Nou ja, Google Bas van de Putten, dat weten mensen me meestal wel te vinden. Maar AI-hackers, we hebben nog geen echte website. Maar dat wat zich als website voordoet op dit moment, de one-pager, daar staat in ieder geval contactgegevens op. En AI-hackers, de variant die ik nog kon claimen met de .com-extensie, die is AI-hackers zonder E, dus HACKRS.com. Dat zijn wij. Dus ja, hackers.ai, misschien is die nog beschikbaar. Nou, maar ik denk, is ook wel ingewikkeld zijn. Geloof me. Ja, die is bezit. Die is, maar goed, Bas van de Putten, AIX, of LinkedIn, natuurlijk, weet je, ben ik goed vindbaar. En vanaf die weg kom je heel snel met mij in contact. Nou, dankjewel Bas, voor je komst. Leuk. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn. En succes met het ondernemen. Dankjewel. Dankjewel. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.